Wij willen ervoor zorgen dat die 66.000 mensen die werken voor de luchthaven, dat die morgen nog een job hebben. En dat die kunnen houden en dat de luchthaven kan groeien. Die mensen mogen wij absoluut niet in de steek laten. En dat is ook de reden waarom het parlement een krachtig signaal moet brengen en deze resolutie moet ondersteunen. Collega's, dit voorstel van resolutie zorgt ervoor dat de regering de luchthaven van Zaventem bovenaan de politieke agenda zal plaatsen. Ik bevestig u, de mensen zijn ongerust. We hebben daar ook verschillende signalen van gehoord in de commissie van mensen die daarover hebben getuigd. De financiële situatie van Brussels Airlines is bijzonder verslechterd en is nu echt precair aan het worden. Zowel Brussels Airlines als Lufthansa hadden 10 juli vooropgesteld als deadline voor een akkoord met de Belgische overheid, maar die deadline is dus niet gehaald. Collega's, dat akkoord mag niet langer uitblijven. En vandaar dat het belangrijk is dat deze resolutie, dat we daarmee aan de slag kunnen, dat daar een ruime steun voor kan gevonden. En ik reken samen met Theo op de steun van u allen morgen om dit verhaal ook werkelijk tot een goedgekeurde resolutie te brengen. Ik dank u. Bedankt, meneer Wolans.